als accountant kunnen we niet adviseren over een koop. We kunnen alleen maar onze uitkomsten presenteren, de risico's duiden. Misschien een vervolgonderzoek doen, maar dat is echt alles. We kunnen niet op de stoel van de koper gaan zitten, zeg maar. Ja, het is wel jammer bij dit bedrijf, want er is echt niet zoveel goed. Er gaat heel veel fout. Ja, het gebeurt wel eens dat door een due diligence onderzoek de vraagprijs moet zakken, maar zoveel als nu, dat is... Dankjewel. Nou, ik heb net de resultaten besproken van het due diligence onderzoek met de accountant. En dat is eigenlijk wel een tegenvaller. Wij zijn al maanden bezig met de overname. De voorbereiding van de overname. En iedereen is ready to go. Dus sales, administratie, ICT. Als je dan te horen krijgt dat de verkoopprijs eigenlijk 2 miljoen lager zou moeten liggen, dan is dat, en dan komt het wel even koud op je dak. Dat is een tegenvaller. Eigenlijk een negatief koopadvies. Ja, daarnaast, Hesseling gaat het natuurlijk nooit voor minder dan, of voor 2 miljoen minder verkopen. Dat is uitgesloten, dus... Ja. Geschrokken? Nee. Als die accountants iets vinden, dan is het voor hun altijd heel snel wat. En als je in elk bedrijf wat zoekt, dan vind je wel wat, hoor. Ja. Ook hier. Maar ik ga toch echt geen 2 miljoen van de prijs afhalen? Ja, nee, natuurlijk gaat de koop door. Of course. Ik bedoel, je denkt toch niet dat ik dit laat lopen omdat zij daar de administratie niet helemaal op orde hebben? Think again. Kijk, ik vertrouw mijn accountant blindelings. Alleen je hebt als ondernemer ook nog een gut feeling en daar moet je ook trouw aan zijn. En die probleempjes die trekken we wel recht, dat komt wel goed. Met Hesseling Houthandel erbij zijn wij in één keer de grootste van de regio. En nou ja, dat zie ik wel zitten. We moeten iets lager op de prijs uitkomen uiteindelijk, dat is wel belangrijk, maar ik denk dat Hesseling dat ook wel inziet. En dan zullen we andere afspraken moeten maken met de accountant erbij. Ja, hij had het over dat er manieren zijn om de financiële risico's van de koop wat te beperken. Nou, dat is interessant. Ik ben benieuwd wat hij daar de volgende keer over te zeggen heeft, dus dat gaan we vragen.